Bij mensen met een trage schildklier staat de energiestofwisseling op een lage pitje. De caloriebehoefte ligt dus lager dan normaal. Bij eenzelfde hoeveelheid calorieinname zal je bij een lage verbrandingsniveau dus iets aankomen. Als je behandeld zou worden met een schildklierhormoon, zal deze balans eigenlijk moeten herstellen. Helaas gebeurt het niet bij iedereen. Volg geen diet, maar probeer af te vallen op een geleidelijke en verantwoorde manier. Waarop gezonde, gevarieerde voeding en voldoende beweging centraal staat. Eet gezond. Fruit, groenten, volkoren producten. Kies producten met onverzadigd vet. Drink geen of weinig dranken met suiker en geen alcohol. Neem drie maaltijden op een dag en maximaal vier kleine tussendoortjes: rauwkost, fruit of een handjevol ongezouten noten. Beweeg gezond. Beweeg minimaal 2,5 uur per week matig intensief. Zoals dansen, fietsen, wandelen. Of intensief. Teamsport, fitness of vechtsport. Doe twee keer per week oefeningen die je spieren en botten versterken. Bijvoorbeeld traplopen, springen. En balansoefeningen. Zoals op één been staan, yoga of lunges. En blijf niet te lang stilzitten. Ga elk half uur even lopen. Of een paar minuten staan. Neem de trap in plaats van de lift en ga wandelen in de pauze. Kies een beweging die bij je past, anders wordt het te veel een worsteling. Lukt dit allemaal niet, dan kan je altijd nog verwezen worden naar een diëtist of een bewegingstherapeut.